Oh my god, guys, ik heb gewoon een Dyson gekregen. Super jammer, maar ik kreeg het pak gewoon niet dicht. Oh nee. Eerst. Ik ga nu mijn outfit aandoen. Ik heb al deze top aan. We weten niet wie er als eerste uit huis gaat. Toen maakten we daar ons al een beetje zorgen om. Taste test. Hey guys, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Sorry dat ik een bril op heb, maar ik ben echt heel erg moe en ik zie er niet uit. Gisteren was Verbond. Het was echt super leuk. Wel echt mega lang gestaan, maar het was in ieder geval leuker dan vorig jaar. Ik vond het tenminste leuker dan vorig jaar. En vandaag is iedereen een beetje aan het uitbrakken. Ik ga nu met Bart en Charlotte even een lunchje halen of zo bij Oakberry of Cafecito. Ik vind het toch wel lekker om er even uit te gaan, want anders zit ik ook alleen maar thuis. Ik ga als ik thuis ben even mijn kamer goed opruimen, mijn bed verschonen en lekker weer een nieuw weekje beginnen. Ik heb nog helemaal mijn haar een beetje van gisteren, maar ik vind het wel cute. Ik ga nu lopen, want ze zitten er al op mij te wachten. En het is lang geleden dat ik mijn vlog op maandag ben begonnen. Want normaal gesproken begon ik hem dan op dinsdag of woensdag. En daar ben ik gewoon een beetje klaar mee. We gaan gewoon weer lekker een nieuw weekje vloggen. We are at Hergo. Er zat niet heel veel broodjes meer, dus ik heb een broodje ijssalade. Zalmsalade. En jij? Ik heb niks. Het is vandaag dinsdag en gisteren heb ik eigenlijk alleen nog maar lekker uitgebrakt. Mijn hoofd is echt nog één grote chaos. Ik moet echt mijn hele kamer nog opruimen, schoonmaken, bed verschonen. Maar ik moet ook weer even wat content filmen. Ik moet nu een video opnemen voor Dyson. Oh my god, guys, ik heb gewoon een Dyson gekregen. Ik kan het zelf ook nog niet geloven. Ik snap ook echt niet waarom ik dit heb gekregen. Nou, ik snap het eigenlijk wel. Het was eigenlijk de bedoeling dat je het dan aan je moeder geeft als moederdag cadeau. Mijn moeder is niet heel erg met haar haar bezig. En als ze haar haar doet of mooi heeft zitten, dan doe ik het vaak offline. Dus wat ik moet doen is een video mee maken dat ik mijn moeders haar doe. Dus dat vindt ze wel heel erg leuk. Zelf doet ze het liever niet. Ik snap dat wel, want het is soms best wel moeilijk om met die Dyson nou even je weg te vinden. Ik heb hem al 3 jaar. Ik heb al een eigen. Ik heb pas dit jaar een beetje de Dyson onder de knie gekregen. Ik heb hem in ieder geval heel veel gezien al bij anderen. Ik ben een beetje laat met de video maken, aangezien mijn moeder eigenlijk niet kon en toen kon ik weer niet. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Want volgens mij gaat het wel gewoon net zo snel als bij die andere Dyson. There it is, mijn nieuwe Dyson. We hadden er dus al eentje voor kerst gekregen. Ook de steltang, ook echt een top ding. Ja, we weten niet wie er als eerste uit huis gaat. Of ik of Feline. En toen maakten we daar ons al een beetje zorgen om. Van ja, wie gaat die Dyson meenemen? Want we hebben wel een steltang en een veulen. Maar ja, die veulen is natuurlijk gewoon het chillste. Maar nu hebben we er dus 2. Dus als iemand uit huis gaat, dan hebben we er wel 2. Het is die ene met een beetje goud, koperachtige. Hij heeft dus nu minder op. Opzetstukjes volgens mij. Deze is volgens mij hetzelfde. Ik moet hier nog eventjes in verdiepen. Maar je hebt nu deze 2. Deze 2. Het zijn uiteindelijk best wel veel opzetstukjes. Ik heb hier van die andere van ieder 2. En nu hoef je er maar eentje. Want je kan hem dus zo omklikken. I don't know. Ik ga het even aan Feline vragen. Want zij weet het een stuk beter. Ik vind het kleurtje trouwens wel erg leuk. Want iedereen is altijd fan van die roze. Je hebt ook een lichtroze volgens mij. Maar wij hebben donkerroze. En ik vind deze kleur wel iets meer aesthetic. Deze. En deze. Deze had ik niet bij die andere. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Dus voor je om je haar minder pluizig te maken. Ja, en natuurlijk de Dyson zelf. Kijk, dit is dan wat er eigenlijk allemaal in zit. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ga nu mijn eigen haar ermee doen. En dan doe ik zo meteen mijn moeders haar ermee. Hey guys, het is vandaag woensdag. Gisteren, heb ik gisteren gefilmd. Alleen de Dyson unboxing gefilmd. Ik weet niet wat het is. Maar ik weet wel wat het is. Ik ben elke week gewoon festival, dingetjes, alles. De hele week moet ik er van bij komen. En dit weekend heb ik gewoon weer allemaal dingen. Kleur trekt ook helemaal uit mijn gezicht. Dit weekend heb ik dan de verjaardag van Lois. Mega veel zin in. Maar zondag is Wavy. En daar wil ik heel graag naartoe. Want ik vind die line-up gewoon echt super leuk. Ik heb nu een event van... Nou, een event. Het is een opening van Mr. Porter op Ibiza. Maar dat vieren ze dus nu een beetje in Mr. Porter in Amsterdam. Dus daar ga ik nu naartoe. Morgen zou ik eigenlijk... Ik weet even niet meer hoe het heet. Nou, naar ieder geval een DJ gaan die draait in Amsterdam. Maar ik twijfel een beetje om te gaan. Omdat ik dus zaterdag of zondag ook wat heb. En mijn moeder en mijn vader vroegen dus of ik vrijdag mee ging naar de Adam Tower, omdat ze daar dus een feestje hebben. Dus ik hou het gewoon allemaal niet meer bij. Maar vandaag heb ik even mijn video geëdit. Heel veel samenwerkingen opgestuurd. Ik moest nog veel editen. Ik heb nu even mijn kast opengetrokken, want ik weet gewoon nog niet wat ik aan moet. Het thema is Ibiza. Maar je hebt soort van 2 soorten Ibiza. Je hebt zeg maar een beetje hippie vibes, maar je hebt ook party. Ik ben meer voor de
chill, zandkleurige tint gegaan, denk ik. Als je naar mijn outfit kijkt, denk je misschien was het thema Parijs. Dat is het niet, maar ja, ik ga gewoon voor deze outfit. Ik heb deze blazer. Ik ga nu niet nog mijn outfit check doen, maar dit is het eigenlijk. Met een rokje eronder. En ik ga even mijn haren doen, zodat het allemaal niet zo deftig zit. Maar een beetje zo'n blow-out. Mijn make-up doen. En dan hoop ik dat ik gewoon een keer op tijd klaar ben. In plaats van elke keer maar te laat en met haast. Ik ga mijn haar doen even met een nieuwe Dyson. En dan misschien nog even editen. En dan ga ik mijn make-up doen. Oké, dit is het resultaat wat ik met de Dyson heb gedaan. Ik heb het even anders gedaan dan normaal. Ik hoop dat het werkt. En ik ga even nog zo wat eten. Want er is wel eten. Maar ja, ik denk niet echt avond eten. En dan ga ik mijn make-up doen. Oké, mijn haar had ik helemaal in de rollers. Ik heb het nu even in een knotje. Want ik weet gewoon niet wat ik ermee moet. Ik ga het zo meteen wel uithalen. Want ik lijk wel op mijn juffrouw. Still the same fit. Blazer is van de Zara. Van de heren. Hokje ook van de Zara. Hakjes ook. En Yves Saint Laurent tas. Dus dit is de outfit. Hey guys, het is vandaag donderdag. Ik ga vandaag met mijn moeder naar de Rollende Keukens. Volgens mij is het sinds gisteren weer begonnen. Mijn moeder vindt dat altijd echt geweldig en ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Zeker als het lekker weer is. Het is wel lekker weer. Het is warm, maar de zon schijnt niet echt. Ik had vanochtend even mijn video geëdit. Ik heb een klein beetje make-up opgedaan. Concealer en mijn wenkbrauwen en blush. Ik heb nu een truitje aan. Het is zo'n mooi truitje. Hij is van Lily Silk en hij is van Cashmere. Het is gewoon echt een goede basic. Nou, dan heb ik deze broek aan van de Zara. Hij is eigenlijk van Feline, dus hij is wel een beetje te klein geworden voor mij. Maar ik vind deze gewoon heel mooi straight leg. Voor de rest weet ik dus niet wat voor jasje, want ik had hier eigenlijk een blazer overheen, maar ik vind dat echt te netjes. Maar misschien ga ik het wel doen en anders doe ik een bomber, maar ik weet ook weer niet of een bomber te warm is. Dus ik ga even buiten voelen of het lekker is. Ik ben wel echt heel blij dat mijn huid goed is. Ik ga het echt afkloppen. Ja, dat komt door de pil. Ik weet niet of ik het ooit heb verteld, maar ik heb dus een pil die dus helpt om je huid goed te maken. Maar ik ga er wel binnenkort mee stoppen, want het is echt niet goed voor mijn lichaam. En mentaal ook niet. Ja, ik ben wel blij dat mijn huid weer helemaal goed is. Voor het shoot vind ik dat heel fijn. Wow, kijk even mijn bril. Waarom doet hij dat de hele tijd? We zijn bij Rollende Keukens. Het is zo druk en het is nog helemaal niet zo laat. We hebben poffertjes. Ik had hier echt het meeste zin in eigenlijk. Oh, ik hou van boter hoor. Ja, maar ik vind dit zo nasty. Lachen. Wat moet je doen met deze boter? Maar het smelt niet. Nee. Taste test. En? Maar die ga ik straks wel nog wat meenemen. Dat vind papa ook wel lekker. Lekker hoor. Go. Hij is nog heet. Ik heb ga oesters weer eten. Met uitjes en een limoentje. Ja? Is die los? Cheers. Ik krijg hem niet. Hey guys, het is vandaag zaterdag. Volgens mij het voor het laatst gefilmd dat ik naar Rollende Keukens ging. Het was echt super leuk. We waren echt wel een beetje begin van de dag gegaan en het was al mega druk. Dus ja, ik vond het wel iets te druk. Maar ik zag al bij meerdere mensen dat ze het te druk vonden. Maar het is ook meer de gezelligheid. Alleen echt gewoon heel Amsterdam is daar. Dus ik vond het wel een beetje te druk. Maar mijn ouders vinden het altijd heel erg leuk. Die zijn dus nu er naartoe. Beter begin van de dag dan dat je echt eind van de avond gaat. Want dan is het denk ik nog drukker. Gisteren heb ik eigenlijk gewoon best wel een chill dagje gehad. Ik weet niet echt wat ik gisteren had gedaan. Ik had eigenlijk vooral een beetje in de tuin gechilled. En mijn ouders gingen de avond naar de Adam Tower. Daar was een feestje. Echt super cute. Dus ik had met Feline een movie night. We gingen Purple Hearts kijken die ik voor het eerst gezien op Netflix. Ik vond het best wel een zielige film. Dus ik moest daarna echt nog even een andere film kijken zodat ik weer chill kon slapen. Want ik had verwacht dat het een beetje een romantische leuke film zou zijn. Was ook wel een leuke film. Ik heb ook wel moeten huilen eventjes met Feline. Want ik vond het echt een zielige film. En vandaag heb ik de verjaardag van Lois. 21ste verjaardag. En ze geven dus eerst een diner bij haar thuis. Dus dat is wel heel erg gezellig. En het thema is beige of crème-achtig. Dus ik moet even kijken wat ik in mijn kast heb. Ik hoop dat ik wat heb. Het is lekker weer. Ik denk dat het later ook nog wel een beetje afkoelt. Dus ik ga zo meteen even kijken wat ik ga doen. Ik ga nog eventjes douchen, want ik had een gezelftent. Je ziet het helemaal niet aan me. Maar ja, dan ga ik er nog even afdouchen. En morgen is wavy. Daar heb ik me eigenlijk de hele week op verheugd. Want het wordt gewoon lekker weer. De line-up is leuk. En we gaan eerst bij mij in de tuin even lekker drankjes doen en eten. Dus daar kijk ik eigenlijk een beetje naar uit. Gewoon even gezellig nog in de zon en zo. Oh ja, ik heb net even boodschap gedaan, want morgen is ook moederdag. En dat wil ik gewoon niet morgen pas doen, want we gaan even een lekker ontbijtje voor mijn moeder maken. Ja, gewoon even lekker met z'n allen ontbijten. Ik moest echt 10 keer tegen mijn vader zeggen dat hij dat niet moest maken, want hij maakt eigenlijk vaak ontbijtjes op zondag. Vorige keer, toen hadden we ook al een ontbijtje gepland. Toen had hij al de hele tafel
mooi gemaakt met eten en ontbijt. Dus nu zeiden we echt van, oké, dit keer gaan wij het wel even doen. Ik ga nu nog heel eventjes editen, want ik moet een paar stories opsturen. En dan ga ik even douchen en kijken wat ik aan ga doen. Ik heb er wel zin in, maar ik wil ook wel een beetje rustig aan doen. Morgen ook nog een feestje heb. En ik moet die dag ernaar shooten. Dus ja, dat wordt wat. Het is wel lekker weer en ik ga nog heel veel ook chillen op mijn balkon. En dan lekker klaarmaken. Ik heb nog nooit zo snel mijn make-up gedaan. Ik heb ook niet zoveel op. Ja, het worked out. Ik heb mijn haar eventjes zo gezet. Onderste plukken had ik even snel normaal gekruld. Ik heb dus iets aan. Iets heel leuks heb ik uit Verliener kast. Want Verliener en ik hebben een samenwerking met Opoly. Ja, ik heb meer van die Ibiza jurkjes besteld. Wat veel te heftig is. Maar het thema is beige. Ik moet hem nog eventjes strijken. Dus dat ga ik nu doen. En dan ga ik jullie mijn outfit laten zien. Oké, dit is echt super jammer. Maar ik kreeg het pak gewoon niet dicht. Ik dacht, ik wacht nog op Noor. Maar ik zei al van, wacht maar niet op mij. Ik ga gewoon wat anders aandoen. Want ja, het pak is super mooi. Maar Lien heeft hem een maatje kleiner besteld dan dat ze eerst had. En ik paste alleen die andere. En nu pas ik hem niet. Dus ja, jammer. Maar dit is ook wel oké. En we zitten toch. Dus je ziet alleen een beetje de bovenkant. Hele outfitje eigenlijk van de Zara. Cute. Hey guys, het is zondag vandaag. We hebben vanochtend een moederdag ontbijtje gemaakt. Gezellig met z'n allen ontbeten, want het is vandaag moederdag. Mijn haar is net gedaan door Feline. We wilden dit keer even wat minder krul proberen. Ik hoop dat het zo meteen nog een beetje uitzakt. Want ik vind die waves gewoon heel erg leuk. Maar ik wil het dan wel een beetje natuurlijk of zo. Ik ga dus over een paar uurtjes naar Wavy. Eerst komt iedereen naar mij. Gaan we even hier eten en nog gezellig wat drankjes doen. Ik ga nu mijn outfit aandoen. Ik heb al deze top aan. En dan dat broekje erbij. Maar ik ga ook nog eventjes een kort broekje en een shirtje eroverheen doen. Nou, een shirtje. Het is gewoon een pakje. Heel cute. En het is echt mega warm. Ik wilde eigenlijk een lange broek aandoen. Maar ik ben toch blij dat ik voor dit setje ben gegaan. Want ja, het gaat daar gewoon heel warm zijn. En het is daar niet helemaal open. Ik heb het gewoon echt liever niet te warm. Want dan kan ik gewoon niet genieten. Ze komen in ieder moment. Dus ik ga even mijn outfit aandoen. Oké, guys. Dit is de full outfit. Ik heb een setje aan van de Zara gewoon. Dat zag ik echt bij heel veel meiden al voorbij komen. Maar ik vind het gewoon heel erg cool. En het is dus eigenlijk een broekje. Dus dat vond ik heel cute. En ja, om het nog een beetje wat leuker te maken, heb ik dus dat Marina Serre broekje erbij aan. Deze laarzen zijn volgens mij van de Bershka. Deze tas van Diesel, ook lang geleden dat ik die aan heb gehad. Ik zie mijn vrienden aankomen lopen, dus dat is mooi. En ik ga nu naar beneden even alles in klaarzetten. Echt zin om helemaal... Zitten gezellig bij mij in de tuin. Peppy is er ook. Niet. En we hebben even picolinetjes. Oh. Nee, mag niet, Pep. Before? Oh. Ik wil zo een after zien. Vies peuken. Ja, het is wel echt vies. Je fit is wel echt leuk. Cheers. Thank you.
Hey guys, het is vandaag maandag. En zoals jullie zagen was ik gisteren naar Wavy. Volgens mij heb ik wel wat beelden gefilmd in ieder geval. Het was heel erg leuk. Gelukkig niet tot laat, het was tot 12 uur. Dus ik lag nog wel op tijd in mijn bed. Ik heb vandaag een shoot en ik ga vandaag ook gewoon weer een nieuwe video beginnen. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan zie ik jullie weer in de volgende video.